Er komt bovenop de huidige gedeeltelijke lockdown een verzwaringspakket voor het hele land. Dat pakket gaat morgen in, op woensdag 4 november om 10 uur s avonds, en heeft een looptijd van twee weken. Daarna gaan we automatisch terug naar de gedeeltelijke lockdown van nu, dus naar de maatregelen die sinds 14 oktober gelden. Het verzwaringspakket voor de komende twee weken bestaat uit drie onderdelen. Ten eerste het algemene advies wordt voor iedereen in elke situatie: blijf zoveel mogelijk thuis en vermijd niet noodzakelijke reizen. Ten tweede, de maximale groepsgrootte buiten gaat van vier naar twee personen. Huishoudens en kinderen tot en met twaalf jaar uitgezonderd. Als je de komende twee weken, dus met meer dan één vriend, buiten loopt of in een park zit, kun je daarvoor een boete krijgen. Binnen. Wordt dringende advies om thuis per dag maximaal twee, dat was drie, dus maximaal twee gasten te ontvangen. En ook hier geldt kinderen tot en met twaalf jaar uitgezonderd. Ten derde, om het aantal bewegingen en contacten te verminderen, gaan alle publiekelijk toegankelijke gebouwen en doorstromlocaties binnen en buiten voor twee weken dicht. Dat is dus heel breed. Het geldt voor de theaters en bioscopen. Voor de buurthuizen en verenigingsgebouwen. Voor musea en monumenten. Voor dierentuinen en pretparken. Belangrijke uitzonderingen zijn de winkels, de kappers en alle andere contactberoepen. En individueel sporten in de sportscholen blijft mogelijk. Groepslessen kunnen niet doorgaan. In het verlengde van het advies: blijf zoveel mogelijk thuis. passen we vandaag ook het buitenlandse reisadvies aan. Reis. Tot half januari niet naar het buitenland, tenzij het echt noodzakelijk is. Het Caribisch deel van het Koninkrijk behandelen we niet als buitenland. Daar geldt alleen een negatief reisadvies als een eiland op oranje staat. We zien grote regionale verschillen. We hebben ons vandaag dan ook gebogen over de vraag wat te doen met regio's waar de besmettingscijfers langere tijd hoog zijn. Voor die regio's gaan we extra maatregelen klaarzetten. Voor het geval de cijfers niet of onvoldoende gaan dalen. Daarbij overwegen we een avondklok, een verdere beperking van de detailhandel en de mogelijke sluiting van scholen vanaf het voortgezet onderwijs. We houden de vinger aan de pols om te bepalen of en waar die maatregelen de komende tijd nodig worden.